ik hoor Apeldoorn, maar ik vind Nijmegen, dat is mijn tweede stad. Man, ik dacht dat ik halverwege aan het zuurstof moest. Waarom ben je zo laat binnen? Ja, ik moest tussendoor even shoppen. Ben je in die camera gel? Hallo, die microfoon is aan. Het is vandaag vrijdag de 13e, hè? Ja, niet onder ladders doorlopen, katten vermijden. En dan als het goed is, doet hij het! Hey hallo, leuk dat je kijkt naar een speciale aflevering van Wat zegt het volk? Vandaag zijn we in de Molenstraat vanwege de Nightrun. Ja, de Nightrun is vanavond en mensen kunnen twee afstanden kiezen, hè? Ja, dat klopt. De 5 kilometer en de 11,5. Ja, en ze lopen onder andere de 5 kilometer door het centrum van Nijmegen en de 11,5 kilometer... Naar de Ooipolder. Ja, weet je wat dat is, die Ooipolder? Nee, ik heb er geen idee. Namelijk echt de skyline zien, het mooie licht van Nijmegen. Zullen we eens gaan vragen aan de mensen waarom ze meedoen? Ja, dat is goed. Welkom bij een speciale Wat zegt het volk? Hey dames, leuk, jullie lopen mee? Ja, klopt. Waar komen jullie vandaan? Hier, Nijmegen. Oh, Nijmegen, thuiswedstrijd. Ja, sowieso. En hoeveel gaan jullie lopen? Samen de elf. Dus 5,5. Ja. Ja. Mannen, jullie zien er goed uit vanavond. Ja, dankjewel. Jij ook. Dankjewel. Waarom doen jullie mee aan de Nightrun? Wij doen als team mee. Als bedrijf zijnde, we lopen met z'n allen mee. Iemand had het idee om mee te lopen en uiteindelijk zijn er 8 zo gek gevonden om mee te gaan. Dus, Heb je al vaker meegelopen of niet? De Nightrun niet. Jullie ook niet, hè? Nee. Hey dames, jullie doen mee vanavond. Dat klopt. Komt dat zo? Omdat we dat leuk vinden. Heb je al vaker meegelopen met deze edities? Nee, hier nog nooit, nee. Waar komen jullie vandaan dan? Ik kom uit Groningen. Zo, toch niet speciaal voor die loop vandaag, hoor. Ja. Echt waar? Ja. Dat is een diehard. Ja. Goed getraind? Eigenlijk niet, maar het moet wel lukken, denk ik. Hoeveel kilometer gaan jullie vanavond lopen? Ik ga die 11,5 doen. En wat is je doel vanavond? Nou, alles in ieder geval in één keer uitlopen. En ik hoop onder de 30 minuten. Oh, je hebt wel een tijd die je neer wilt zetten. Ja. Maar het is vandaag vrijdag de 13e, hè? Ja, ik weet het. Daar rekening mee gehouden? Ja, niet onder ladders doorlopen, katten vermijden. Moet goed komen. Hoe kom je op het idee? Ja, we houden van sporten samen en ja, een tijdje konden we niet hardlopen door een blessure en nu weer wel, dus zijn we weer aan het opbouwen. Jullie hebben het niet echt nodig, hè? Jullie zijn best sportief, lekker slank. Sport je veel? Ja, het is gewoon heel leuk. Dames, wat zien jullie er mooi uit vandaag? Ja, dankjewel. En waarom? Omdat we met de Nightrun meelopen en dan kun je zien dat we bij elkaar horen. Wat is de reden dat jullie meedoen aan de Nightrun? Omdat het leuk is. Al eerder meegedaan of niet? Ja, ook. Ja. En hoeveel kilometer liep je toen? Ja, 5. En vandaag? Ook 5. Kennen jullie Nijmegen een beetje? Ik heb hier gewoond 16 jaar, dus ik ken Nijmegen wel. Ja, het is terug naar vroeger, ja. Leuk. Ja. Wat doet dat met je? Een beetje leuke herinneringen? Ja, een hele leuke stad. En gestudeerd en zo. En daarna nog lang gewoond. Ja, heel leuk. Ja, ik loop hier mee omdat ik met mijn dochters hier vanavond ga lopen. Hardlopen. Ja. En wat vind je er zo leuk aan? Wat zeg je? Wat vindt u er zo leuk aan? Nou, dat is een lichtjesloop. Ja, jullie komen uit Doetinchem. Is Doetinchem ook zo mooi qua licht? Doetinchem is super mooi, alleen het is iets provincialer wel. Een iets kleiner stadje, iets provincialer. Heeft u een beetje voorbereid? We hebben ons super voorbereid. Een prachtige lichtjes. Hier zat ik het lichtje op het hoofd. Oh, ja. Kunt u dat even laten zien hoe dat werkt? Sorry? Laat u eens even zien. Zet eens op uw hoofd. Waarom? Moet het al nou? Ja, doe maar even. Dat is wel lastig hoor, dat kan, maar ik wil het wel proberen. Wacht even, ik ga een schoot er even af. En dan, kijk. En dan als het goed is, doet hij het! Nou, echt energiek om te zien dat al die duizenden hardlopers gaan hardlopen. Het is 10 uur. Ze komen er nu aan. Ze komen eraan. Veel plezier!
Ja, het is een beetje hard. Ging het goed? Ja, het is goed. Een beetje licht, hè. Ik ga een beetje donker. Ja? Ja, weet je, ik ga met de sneeuw een beetje gaan moeilijk. Ja, is dat zo? Ja. Heb je geen verlichting om zo om je heen? Ja, de lamp ik kan de pakken met de hand. Met de hand. Maar hoe vond je het op Nijmegen helemaal te zien vanaf de ooi? Ja, zo mooi, en kan met de lampje. Ja? Ja. Had je snelle tijd? Ja, ik heb niet gezien. Ja, het is niet lekker, dank je. Ja? Ja. En waar kom je vandaan? Ik kan Eritrea. Oké. Okay. Oh, Eritrea. En heb je vaak hier meegelopen in Nijmegen? Was dat je eerste keer? Nee, altijd. Altijd? Ik woon hier in Nijmegen. Oké. Okay. Ja, ik lente. En wat vind je van de stad Nijmegen dan? Ja, het is mooi, ja. Ja, mooie leuk. Stad, hè? Ja, echt mooi. Was het leuk? Ja, hartstikke leuk. Enthousiast publiek ook. Wat vond je er zo leuk aan? 'S Avonds plezier met de dames. Kijk eens hoe mooi. Goed, als waar je langs loopt. Kijk, jullie zijn ook prachtig verkleed, zeg maar. Ja. Hoe is het gegaan? Ja, goed. Snelle tijd? Ja, kon wel beter, maar. Wat was je tijd? Mijn tijd was het 2020. Oh, netjes. Zo, ja. Goed geoefend van tevoren, of niet? Nee, niet echt. Niet? Nee. Oh, je zweet goed in ieder geval. Hoeveel kilometer heb je gelopen? 5. Goed getraind? Nee, helemaal niet. Maar wel wat ervaring ook met hardlopen of totaal helemaal niet? Ja, ja. Ik ben aan het trainen voor de halve marathon. Dus dat is gewoon even voor erbij. Hoeveel is de halve marathon ongeveer? 21 kilometer. En dit was 5? Ja. Nog eventjes oefenen. Ging wel aardig, niet echt getraind, maar ik vond het wel leuk. En ook met al die mensen langs de kant. Ja, een beetje sfeer. En sfeer, ja. Is het druk onderweg? Ja, het zijn echt een hoop mensen. Okay. Vooral die lichtshow in de molenpoort was echt leuk. Toch een beetje het stap voor gevoel, want we gaan zo ook op stap. Ja, dus dat hoort erbij, hè. Ja. Wat was het leukste stuk om te lopen? Ja, beide parken vind ik heel leuk, omdat overal die vaccinelichtjes staan en dat geeft een leuk sfeertje. Er had wat meer muziek bij mogen zijn dit jaar. Oké, meer muziek. En je bent er snel binnen, of niet? Ja, hard. Samen met mama? Ja. Ja. En waar samen gelopen. En waar komen jullie vandaan? Arnhem. Oké, en hoe was de rit in Nijmegen? Ja, leuk. Ja, dit is echt een superleuke run. Veel lichtjes, veel gezelligheid en veel bult af. Ja. Hoe oud ben jij? 11. Zo, hé. Knap hoor. Hoeveel kilometer heeft u gelopen? Nou, voor mijn gevoel wel een marathon, maar het waren er maar 5 geloof ik. Okay, waar heeft u allemaal gelopen? Waar allemaal? Ja, weet welke niet, allemaal, weet ik niet. Ik heb mijn water gezien en allemaal lampjes. Dus, wat was het mooiste? Ik vond het hier binnen in de winkelstraatje vond ik het wel erg leuk. En daar, maar dat was wel heel erg benauwd. Dat was niet zo fijn. Het ging zwaar. Ja, hoe komt het? Laatste gedeelte, conditiegebrek. Ja, ja, wij trainen altijd voor de Nijmeegse Vierdaagse, zijn we altijd aanwezig. Maar dit is een heel andere tak van sport. Ja, maar het is veel harder lopen, dus rennen. Ja, nee, ja goed, en een stukje wandelen erbij. In mijn geval dan. Ik moet echt wat aan mijn conditie gaan doen. Was het leuk? Ik vond het hartstikke leuk. Super gaaf. Nijmegen en het mooie donker te zien met al die lichtjes. Als ik Nijmegen binnenkom, gaan bij mij een hartje slaan. Ik kom uit Apeldoorn, maar ik vind Nijmegen, dat is mijn tweede stad. Dat meen ik echt. Oh, dat is leuk om te horen. Ik zie een zucht bij u. Ja, een hele zucht van opluchting. Man, ik dacht dat ik halverwege aan het zuurstof moest. Hoeveel kilometer heeft u gelopen dan? 5. U heeft u niet getraind van tevoren? Nou ja, ik dacht het wel. Maar ik dacht serieus dat ik in dat rondje van 11 terechtgekomen was, man. Serieus? Nee, ik meen het serieus. Maar het ging hartstikke goed. Ik ben echt onwijs trots op mezelf. En hoe ging het? Pittig. Ja? Al die heuvels hier in Nijmegen is niks. Niks aan. Waar kom je vandaan? Nijmegen. Nou. Maar dan denk ik bij mezelf. Morgen loop ik hier te shoppen. En nu loop ik hier. En nu loop ik hier hard. Maar jij wil liever shoppen. Ik heb eventjes wat etalages gekeken. Ik denk, dan ga ik morgen even naar binnen. Daarom ben je zo laat binnen natuurlijk. Ja, ik moest tussendoor even shoppen. Dat is ook een hobby. Jullie wel een beetje geoefend met z'n allen. Nou, hun liepen voor mij, hebben niet gezegd welke broek ik mooi vond. Die ga ik alleen kopen. Super, die fakkels en door de stad en door de natuur, vrijheid. Dat was echt heel superleuk. En wat was voor jou het leukst? Voor mij het leukst was hier door de stad heen. Met alle mensen langs de kant en de muziek en iedereen lekker op het terras. En wij nu ook. En de laatste hardlopers komen binnen, Anton, kijk. Oh, ja. Helemaal uitgeput. Ik moet zeggen, ik heb wel een beetje respect gekregen voor al die mensen die meedoen aan deze run. Ja, en echt super sportief. Ja, wij zijn niet zo sportief, hè? Nee, maar en vooral jij niet. Wow. Voor je collega's moet je het hebben. Hey, dankjewel voor het kijken naar deze speciale editie van Wat zegt het volk. Tot de volgende keer. Doeg!